Jonge mantelzorgers zoals Lotte hebben behoefte aan meer ondersteuning. Dat blijkt uit een groot onderzoek. Ik ben Lotte, ik ben 14 jaar en ik zorg een beetje voor mijn broer Rick. Die is nu bijna 18. En ik ben natuurlijk niet zijn echte zelfzorger, dat zijn mijn ouders. Maar ik help altijd met je mee en ik hou toch altijd rekening met hem. Die doet tijd. Ja. Nee. Ja, je bent toch altijd wel een beetje meer bezig met dus iemand met het syndroom van Down of wat dan ook. Dan, ja, als hij gewoon 18 geweest zou zijn, dan zou ik natuurlijk helemaal niet voor hem moeten zorgen of zo. Of hem in de gaten moeten houden. Dus ja, dat is toch wel heel anders. De jonge mantelzorger heeft behoefte aan coaching en contact met lotgenoten. Gisteren werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Ik merk toch wel dat, vooral in zo'n zware periode, dat je dan toch wel met mensen wil praten die het ook... die het ook hebben bijvoorbeeld meegemaakt of die je begrijpen. En dat kan toch wel helpen in zo'n periode. De onderzoeker vindt dat er preventief moet worden gehandeld. Juist omdat ik zoveel verschillende soorten verhalen heb gehoord, weet ik dat het zo onwijs belangrijk is dat we op dit moment inspringen. Veel van de jongeren die ik namelijk op latere leeftijd heb gesproken, die lopen nu bij een psycholoog. En ik denk dat we die ondersteuning gewoon veel meer naar voren kunnen trekken. Wat wil je drinken, Rick? 15. Oké. Soms heb je toch wel behoefte om met iemand te praten die het begrijpt en misschien ook voor je eigen leeftijd is. Als je dat hebt, is het wel heel erg mooi. Gaan we proberen zonder ditje.